Kerst, oud en nieuw, wat zijn het toch gezellige dagen. We houden niet alleen van lekker eten, maar ook van bloemen om ons heen. Als ik zeg de sierteeltsector, dan denk me aan iets oudbollig of wat stoffig. Maar is dat wel zo? Nou, Dick gaat me daar een antwoord op geven. Ja, jongeren denken vaak dat het geen leuke branche is om te werken in de sierteelt. Maar dat is helemaal niet zo. Als je ziet hoeveel leerlingen we meenemen van allerlei verschillende scholen naar bedrijven in de sector. En dat zijn van veredelaarsbedrijven tot en met kwekerijen. Maar ook exportbedrijven of logistieke bedrijven, kassenbouwers. Dan zie je hoeveel techniek er is en hoeveel innovatie er plaatsvindt in de sector. We zijn ook een sector met een enorm economisch belang. We exporteren de bloemen en planten de hele wereld over vanuit Aalsmeer. En dat is ook de reden dat we op zoek zijn naar heel veel mensen. En dat zijn mensen die allerlei skills moeten hebben. Dus logistiek, techniek, ICT, megatronica, maar ook marketing. Bedenk het. Er is heel veel werk voor mensen. En het is ontzettend leuk om in te werken. Want je wordt heel blij van al die bloemen en planten die je om je heen ziet. Dus wat dat betreft denk ik dat het een hele leuke branche is om in te werken. Hallo. Hey, hi. Ik ben op zoek naar Dick, maar dit is fantastisch. Mag ik dit gebruiken? Ja, natuurlijk. Ja, oh, fantastisch. Heel goed. Oh, ik ga zo Dick vinden, hoor. Dick, here I come. Hallo. Hey. Hallo. Ik ben op zoek naar Dick. Dat ben ik. Dat ben jij? Ja. Ach, fantastisch. Dit is jouw werkplek. Ja, dat klopt. Ik zie hier zoveel soorten bloemen. Hoe is dat voor je? Ja, dat is heerlijk. Hoe lang geleden ben je hier begonnen met werken? Ik werk hier nu meer dan 18 jaar. Oké. En wat doe je nu dan? Ik ben nu manager van deze afdeling. Ik zorg dat iedereen met plezier hier werkt. Hoe is het voor jou om hier te werken? Ja, fantastisch. Ik ben vanaf onderaan bij het bedrijf begonnen. Ja. En ik ben langzaam steeds hoger opgeklommen. Ja, je kreeg elke keer de kans om verder te groeien. Ja. Je bent manager. Wie manage je zoal? Ik ben zeg maar de verantwoordelijke voor deze afdeling. Ja. Waar zijn we nu? We zijn hier bij een van de logistieke servicecenters van ons bedrijf. Ja. En wat wij hier met name doen is het bedienen van de bloemisten over heel Europa. Die plaatsen hun order en dan gaat de verkoop daarmee aan de slag. En de inkoop die ziet dan wat er besteld wordt en die gaan dat vervolgens bij de kweker inkopen. En die zitten met z'n allen in één grote dealing room. De inkoop en de verkoop bij elkaar, dus korte lijntjes. En daar heb je, iedereen heeft 2-3 schermen waar de klokken van de veiling op te zien zijn waar ze dus hun kopen op kunnen doen. Ja. Dus dat is echt interessant om te zien en daar ga ik je nu mee naartoe nemen. Ja, geweldig. We komen hier in onze dealing room. Dat is een hele dynamische omgeving. Hier zit de inkoop en de verkoop samen in één ruimte. Zodat ze heel kort met elkaar korte lijntjes hebben om overleg te plegen. Ja. Hier zitten allerlei functies. Er zijn hier ook op deze afdeling weer heel veel doorgroeimogelijkheden. Er zitten afdelingen van Frankrijk, van Duitsland. Dus hier worden alle talen gesproken. En het leuke is dus als je in deze dealing room werkt, of als inkoper of als verkoper, dat je dus hele korte lijnen hebt naar de productievloer die je hier achter dit raam ziet. Die gigantische productieruimte, veel groter dan de productieruimte die je zojuist gezien hebt, waar alles in kratten ingepakt werd. Ik ga het je laten zien. Kom. We zijn nu bij een van onze volgende logistieke servicecenters. Bij dit logistieke servicecenter, daar kopen onze klanten hele blikken met bloemen. Mm-hmm. En die worden dus op karren gebouwd. En hier vertrekken de bloemen allemaal op karren richting onze klanten en onze kersencarries over heel de wereld. Ik zie daar iemand ook foto's maken van de bloemen. Waarom? Ja, dat is Lea. Lea die maakt foto's van de bloemen, zodat de klanten kunnen zien wat ze daadwerkelijk gaan krijgen. Oké. Ik ga het je laten zien. Ja.
Kijk, dit is Lea. Hey, ik ben Christophe. Ik ben Lea. Hallo. Je maakt foto's van alle bloemen en planten hier. Vertel, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dus ik maak productfoto's die naar webshop gaan. Ik maak inspiratiebeelden. Die zijn als voor kweker, voor de klant of voor de mensen buiten de sector om te zien op social media. Ik maak foto's en video's voor de websites en ook voor de metaverse. Okay. Die is onze nieuwe uitdaging. Hoe ben je in dit bedrijf terechtgekomen? Nou, ik was op zoek naar een bijbaan bij mijn freelance fotografiebusiness. Mm-hmm. En dus ik heb over dit bedrijf gehoord en ik heb echt goede feedback gehoord van de medewerkers die hier waren werkzaam. Ja. En dus dacht ik, ja, dit is wel prima. Dat is al een aantal jaar geleden, maar nu ben je hier fulltime aan het werk. Ja, ik ben fulltime aan het werk in de marketing. Ja. En dus ik vlieg over onze afdelingen. Ja. En, ja. Een vliegende kip voor de foto's. Ja, dat is waar. Ja. Oké, okay, leuk. Je zei net de metaverse. Hoe moet ik dat zien? Nou, dat moet je wel zien. Het is onze eigen, zeg maar, metaverse website. We hebben een paar gebouwen waar je kan gewoon inlopen en zien. Ja. Het is echt iets om te beleven. Ja. Dus iemand in New York kan gewoon een bril opzetten en beleven wat hier allemaal gebeurt? Dat is waar. Ze kunnen ook onze werkwijze zien, hoe we eigenlijk dingen doen. Ja. Dat is voor jou natuurlijk de volgende uitdaging nu. Ja. Het is een hele totale nieuwe wereld die voor je opent. Oh ja, dat is waar. Ik ben nu aan het denken al over augmented reality. Dus we kunnen die metaverse en de echte wereld verbinden. Aha. Maar dat is nog iets wat hier zit. In de beginfase. Ja. Je blijft geïnspireerd en je blijft hier graag aan het werk. Ja. Leuk je te ontmoeten, Kevin. Wat is jouw functie binnen dit bedrijf? Ik ben teamleider logistiek. Ik ben verantwoordelijk over de expeditie, de intake van de bloemen en een avondploeg. En daar helpen mijn assistenten bij om dat lekker te laten lopen. Hoeveel mensen heb je zo onder je werken? Nou, mannetje 35, denk ik. Kijk eens. Ja. Kijk eens. Je bent hier begonnen natuurlijk al een aantal jaar geleden. Hoe lang werk je hier al? Ik werk hier met een tussenstop van een half jaar, bijna 10 jaar. Kijk eens. Hoe oud was je toen je hier begon? Bijna 18. Bijna 18. Ja. Okay. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik zocht een school. Ik heb een opleiding gevonden. En na die opleiding moest ik nog werk vinden. Ja. Omdat dat hoorde bij dat werken en leren, zeg maar. Ja. En toen ben ik via een uitzendbureau hier eigenlijk binnengerold. Ja, ja. Ja, prachtig. Want je wist me er straks al te vertellen, je wordt voor de tweede keer vader. Ja, klopt. Dat ondersteunt dat natuurlijk wel, dat toekomstbeeld. Ja, natuurlijk. Je wilt toch altijd huisje, boom, peesje hebben. En als het thuis goed gaat, dan gaat het hier ook goed. Ja. En andersom vice versa. Mooi, dankjewel. De sierteeltsector is allesbehalve oudbollig. Het is een belevenis. Ik heb mensen zien samenwerken, werken aan de toekomst, creëren. Ik heb zelfs over de metaverse gehoord. In het kort, een kleurrijke belevenis.